nog kans om een medaille te halen. Aha. En hier zijn we dan eindelijk op 1 minuut en 20 seconden van het einde in de tweede kamp voor het brons. Tussen Christina Meierarend in het blauw en Karin Kienhuis in het wit. Karin Kienhuis was derde op het toernooi van Parijs. Tweetal maanden geleden het prestigieuze toernooi van Parijs. Het is een beetje een nieuweling in die categorie min 72. Het is ook de categorie waar Irene de Kok in zat. U weet wel, Irene de Kok, jarenlang tegenstandster van Ingrid Bergmans. Ja. En op de Olympische Spelen ook de judoka die in de voorrondes Ola Werbroek uitschakelde. En met de beweging waarmee Irene de Kok won, scheurde Ola Werbroek haar kruisbanden van de knie. Maar over Ola Werbroek straks meer, als ik tenminste de kans krijg om iets te zeggen. Want als ze er zo snel doorgaat als in de voorrondes, zullen we nauwelijks wat te zeggen hebben. Nog een 40-tal seconden. Ja, de Nederlandse wordt een beetje te passief. Zou waarschijnlijk, ja, strafpunt krijgen. Maar dat is geen kwaad. Als ze nu nog een beetje aanvalt, nog een strafpunt neer en dan komen ze op gelijke hoogte. Ja, daar gaat ze. Maar ja, het is de score zelf, geloof ik. Ja. En Koka. En Koka, de hoofdscheidsrechter, gaf niet. Een van de twee grensrechters gaf een Juko en de andere een Koka. En dan moet de hoofdscheidsrechter volgen en moet hij op de juiste gemiddelde zeggen, geven, zeg maar. Ja. En dat is dus een Koka. Dat betekent dat Kienhuis met een Juko en een Koka voorstaat. En Meierarend heeft dus alleen een Koka, maar ja, bijna had Meierarend, dacht de Kienhuis, in de greep. Nog 7 seconden. Ik denk dat de Nederlandse gewonnen heeft. Ze wint weer wat tijd op de grond. Het is afgelopen. Karin Kienhuis. Wint het brons. Ze scoorde 1 Juko en 1 Koka. De andere scoorde 1 Koka. Een negatieve Koka eigenlijk, omdat Kienhuis bestraft werd. Ja. Maar nog ook eens even